Vandaag een lekkere paella met chorizo en daar heb je voor nodig risotto rijst, een rode paprika, tomaten, snijbonen, chorizo, twee uien, twee teentjes knoflook, kippenbouillon en saffraan. En we gaan lekker aan de slag, maar daarvoor wil ik jou eventjes dit leuke cadeautje geven. Zou jij die vast even om willen? Ah, oh, wat leuk. Dankjewel. We maken vandaag de paella met risotto rijst. En dat is handig, want risotto rijst neemt een heleboel vocht op, een heleboel bouillon. En dat is precies wat je met paella ook wil hebben. Natasja, hoi. Hoi. Superleuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk dat ik hier ben. Nou, de allerbelangrijkste vraag van vandaag. Hou jij van koken? Ik hou van koken. Ja? Ja, vooral als ik veel tijd heb. En heb je dat regelmatig? Nou ja, dat verschilt, maar dat houdt het dan ook leuk. Ja. Ja. Hé, hey, en jij wilde paella leren maken. Ja. Waar heb je het voor het eerst gegeten ooit? Ik zou het niet eens meer weten. Het is ook al heel lang geleden. Vast in Spanje. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Vast niet in Oostenrijk. Nee, denk ik niet. En waarom wil je het zo graag leren maken? Vind je het moeilijk? Nou, omdat dat een van de dingen is wat ik echt nog nooit heb geleerd om het te maken. Ja, ja, de traditionele paella is natuurlijk eentje die uren duurt qua bereiding. Daar hebben we geen tijd voor. Dus dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon een beetje rustig aan doen vandaag. En binnen 30 minuten hebben we er eentje op tafel. Die je dus op de doordeweekse dag gewoon kan maken. Nou, moet lukken met z'n tweeën, toch? Ik heb wel je hulp nodig. Ja. Ja? Ik weet niet hoe goed jij bent met scherpe messen. Maar zou jij in ieder geval deze ui willen snipperen en twee teentjes van die knoflook willen snijden? Ja. Ga ik even verder. Want ik ga de groenten snijden. En dat zijn vandaag 5 tomaten en een paprika. Dus ik ga ze meteen ook even afspoelen onder de kraan. Hebben we dat ook weer gehad. En pas op met je vingers, hè? Want ze zijn echt scherp. De paprika, 1 grote rode paprika en 5 tomaatjes. En terwijl ik hier toch ben, zet ik eventjes de waterkoker aan. Want ik wil 1 liter kokend water hebben, omdat we straks bouillon nodig hebben. De boodschappen voor het gerecht van vandaag kun je natuurlijk terugvinden op de site en op de app. Hè? Net zoals dat altijd zo is. Nou, ik ga ook even voor je langs, want ik moet ook even een mes hebben. Dus pakken deze en deze. Hey, en paella is zoals je weet een heel lekker Spaans rijstgerecht. Hè? Altijd heel mooi geel van kleur. En dat doen ze dus met saffraan. En saffraan is best wel een hele dure specerij die in hele kleine buisjes verkocht wordt vaak. En die we straks dus in de bouillon gaan doen, zodat we een lekker geel paella'tje krijgen. Oké, dus dat is de truc. Ja, dat is de truc. En we snijden eerst eventjes de groenten fijn. En wat eten jullie thuis vaak? Wat is je favoriete gerecht om te maken? Favoriete gerecht? Ja, toch wel denk ik iets van een maaltijdsalade. Ja? Ja. En dan met is verschillende... Is je man daar ook fan van of is dat het vrouwending in jullie huis? Nee, daar is mijn man ook fan van. Ja? Oh, wat lekker. Ja. En wat doe je en daar mijn dan dochter allemaal ook. Nou, dat verschilt dan weer elke keer. Soms met vis en de andere keer met kip. Zo maak je hem ook steeds weer anders. Ja. En wat doen jullie daar dan qua koolhydraten bij? Doe je dan brood of doe je dan aardappeltjes of gooi je dat door de salade? Nou, meestal wel iets van een stokbroodje of zo. Oh, lekker. Ja. Ja. Hey, en paella dus. Dat gaan we samen doen. Hè? Denk je dat het moeilijk is? Nou, ik denk moeilijk genoeg. Want, ja, anders had ik het waarschijnlijk wel al een keer geprobeerd. Heb je wel eens een recept opgezocht? Wat nee. De bereidingswijze nee. Is? Nee. Dus het is echt helemaal nieuw voor jou vandaag. Wat leuk. Ja, ik weet niet of je het ooit gezien hebt, maar paella maken ze normaal altijd van die hele mooie grote paellapannen. Op het open vuur ook het liefst. Hebben wij niet in deze keuken, helaas. Dus we gaan het in deze mooie pan doen. Nou, het is wel een mooie pan. Ja, leuk hè? Ja. Ja, qua groenten, wij gaan er vandaag paprika en tomaat doorheen doen. Maar in Spanje doen ze er vaak ook doperwten doorheen. Nou, wij gebruiken vandaag snijbonen. Dat zijn natuurlijk ook boontjes. Dus ik ga het net even een klein beetje anders doen dan wat de Spanjaarden gewend zijn. En daarbij gaan we ook chorizo toevoegen. Ja, chorizo vind ik echt een van de allerlekkerste worstsoorten die er zijn. Er zit natuurlijk heel veel smaak aan. Ja. Officieel hoort dit dus niet in de paella. Dus Spanjaarden die kijken, niet boos op me worden. We gaan gewoon lekker extra smaak toevoegen. En die paella lekker uitbakken. En dan komen al die specerijen en smaken die in die worst zitten natuurlijk in die paella terecht.
En qua groenten dus paprika, snijbonen en tomaten. Nou, de paprika snij ik fijn. Hoe gaat het bij jou? Oh, ja, je bent sneller goed dan ik. Oh, ik moet opschieten. Hoeft niet hoor. Jawel, ik moet wel opschieten. Oh, de uien schieten hier al. Ja. Ja. En 2 teentjes knoflook. Ja. En waar woon je, Natasja? Ik woon in Almere. Wat leuk. Ja, heel leuk. Heb je een mooie keuken? Een beetje klein, maar kan er wel in doen wat ik wil doen. Ja. Ja. En wel, ben jij de enige die thuis kookt? Of, Ja. Oké, wat jammer. Ja, nou ja. Of vind je het juist heel leuk om te doen? Ik vind het meestal wel leuk om te doen, maar dan moet ik dus wel, wel de tijd ervoor hebben. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk altijd wel een dingetje om ook elke dag te bedenken wat jij wil doen. Ja, maar daar hebben wij ook een hele leuke site voor de mensen thuis. Die site, daar staan een heleboel gerechten op, met een heleboel inspiratie. Dus ik zou zeggen, ga naar die website toe en dan vind je allerlei leuke ideeën. Oké. Kende jij die site al? Nee. Echt niet? Oh. Nee. Hij is heel makkelijk te vinden. Er staan ongeveer 55 recepten op inmiddels. Oh. Dus in plaats van de maaltijdsalade misschien een keer. Ja, leuk voor de afwisseling. Ja, precies. Ik heb hier een stilpannetje met water. En dat is natuurlijk kokend water. Daar gaat 1 kippenbouillonblokje in. En dat kippenbouillonblokje gaan we oplossen. En dan gaat er ook nog wat saffraan doorheen. Dus dat is het vocht waar we straks de paella mee gaan garen. Oké. Als ik dat bouillonblokje een keer open krijg. Ja. Zo. Zo. En ik heb hier dus het buisje met de saffraan. En gebruik je wel eens saffraan? Nee, nog nooit gebruikt. Nou, saffraan is heel erg kostbaar. Saffraan zijn de stampers van de krokussen. En die halen ze daar dus allemaal uit. En ze hebben voor 1 kilo saffraan, dat wist jij misschien niet, 150.000 krokussen nodig. Zo! Dat is best veel. Ja. Dus vandaar dat het ook zo kostbaar is, dan begrijp je dat. Maar door het in de bouillon te doen, krijgt die bouillon natuurlijk een mooie goudgele kleur en al die smaak. En dat zorgt ervoor dat straks onze paella zo lekker smaakt. Dus dat is de truc. Ik ben nog steeds niet klaar met snijden. Dus ik pak even een kommetje erbij. Ga ik eventjes snel verder. Sorry hoor. Hier paprika. En hier eentje voor de tomaten. Zo, en waar wil je de ui en de knoflook hebben? Nou, kijk, hieronder in deze lade staan kommetjes. Dus daar kun je het in doen. Kan gewoon bij elkaar. Want we gaan het zo meteen tegelijkertijd fruiten in de pan. En als je het er dan in hebt zitten, misschien wil jij dan de chorizo zo even snijden. Ja hoor. En de tomaat snij ik in blokjes. En we gaan 2/3 gebruiken voor de paella. En 1/3 voor een soort tomatensalade die we straks nog door de paella heen gaan roeren als die eenmaal gaar is. Dus ik snij wel alvast alles, maar we gebruiken dus nu een deel en straks de rest. Nou, de chorizo heb ik ongeveer 2/3 van nodig. Ja. En daar kan het schilletje natuurlijk vanaf, het velletje. En dan mag die in blokjes. En de rest doen we gewoon in de koelkast. Ja, zo ongeveer. Heel netjes. De rest kan gewoon in de koelkast en die kun je dan later voor de borrel of zo gebruiken. Lekker. Hey, en je vertelde net dat je een dochter hebt. Ja. Hoe oud is je dochter? 14. En kan ze al een beetje een ei bakken of zo? Een ei bakken niet echt, nee. Niet. Ze heeft 1 keer rijst gekookt voor zichzelf. Want toen waren jullie weg en toen moest ze eten. Een arm kind dacht ik. Nee, het was zondag en ik zei dat ik vrij was. Oh, goed. En toen heeft zij rijst gekookt. Toen heeft ze er wel iets mee gedaan of heeft ze dat zelf Nou, ze heeft het gegeten met chilisaus. Ja, dat is ook een gerecht. 2 ingrediënten. Ja. Ga jij haar nog een beetje dat bijbrengen, dat koken? Of, Daar heeft ze geen zin in. Nee? Nee. Waarom niet? Vindt ze het stom? Ja, haar interesse die ligt wel ergens anders dan bij slijm maken, bij koken. En YouTubers en zo. Ja, precies. Ja. Vooral dat. Hé, hey, en vindt ze wel alles lekker wat jij maakt? Ja. Ik krijg nooit eigenlijk een bord eten terug. Dus, nou, ja. Dat is een goed teken. Ze is vast heel trots op je dat je er vandaag bent hier, of niet? Maar ze heeft er niet meer aan gedacht vanmorgen. Och, geen succes-appje of zo. Nee, maar ja, dat maakt ook niet uit. Ja. Eigenlijk wou ze natuurlijk wel graag mee, maar dat gaat niet. Ze moest naar school, hè? Ja. Ja, dat snap ik. Kan niet zomaar een dag missen. Nee, dat begrijp ik.
Ik zet eventjes het vuur wat lager van de bouillon. Tenminste, ik doe het even op een kleiner pitje, want anders is hij natuurlijk zo meteen helemaal weggekookt. En dan hebben we niks meer over tegen de tijd dat we hem echt gaan gebruiken. Maar wat ik wel doe, is een klein vuurtje eronder zetten, want ik wil strakjes natuurlijk warme bouillon in de paella hebben. Anders zakt de temperatuur van de paella heel snel terug. En dan duurt het gewoon langer en is het onhandig omdat de temperatuur schommelt. Dus je kan beter dat vuurtje eronder houden, gewoon een klein beetje. Zodat je lekker warme bouillon met saffraan in de rijst kunt doen. Hoe gaat het met de blokjes? Nou, zo goed als klaar. Nou, top. Ik nog steeds niet. Maar goed, ik ben er bijna hoor. Ik ga gewoon even mijn mond houden, dan gaat het vast sneller. Zo. Dit ook eventjes in een kommetje doen? Ja, heel graag. Goed, jee, ik ben er. Ik ga 2/3 van de tomaten op de snijplank laten liggen en 1/3 doe ik even apart, want die hebben we dus strakjes pas nodig. Even mijn handen droog maken. Nou heb ik hier een hele mooie pan, zoals je ziet. En die gaan we gebruiken voor de paella, maar mocht je dit nou thuis niet in huis hebben, dat begrijp ik wel, kun je natuurlijk ook altijd een gewone koekenpan gebruiken. Gaan we eventjes het vuur onderzetten, niet te hoog. Klein beetje olijfolie erin, ongeveer 2 eetlepels. En nu is het eigenlijk zover dat we alles gaan fruiten. Het ruikt nu al lekker. Ja, hè? Ja. Knoflook. Dat maakt altijd alles lekker. Ja, wil jij eventjes, is nog gezond ook, hè? Wil jij de ui en de knoflook die jij gesneden hebt in de pan doen? En doen we als het warm is de chorizo er ook bij? Ja. Gooi hem er maar in, hoor. Bij ui en knoflook doe ik het zelf altijd meteen, omdat ik dan ook meteen kan horen of de olie warm is. En bij vlees wil je natuurlijk altijd eerst dat de pan echt goed heet is en dat je dan pas het erin gooit, want dan krijg je dat korstje wat je wil hebben. Maar bij ui en knoflook kan je dat eigenlijk meteen doen. Nou, dan gaan we deze even fruiten. Deze pan heeft natuurlijk best wel een dikke bodem, dus het duurt eventjes voordat die warm is. Maar voor de mensen thuis, mocht jij nou een gewone koekenpan gebruiken, dan zal die waarschijnlijk nu al best wel heet zijn. En dan moet je wel meteen even goed gaan roeren, want je wil natuurlijk niet dat die ui en knoflook aanbrandt. Ja, nou, wachten. Ja. Ja. Wat superleuk dat je hier naartoe bent gekomen om paella te leren maken. Nou, ik vind het ook echt hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik hoop ook dat meer mensen dat willen. Ja. Ja. Vond je het een verrassing, ja? Ja. Vind je het spannend ook? Ja, maar wel gezond spannend. Ja, nou, dat is alleen maar goed. Ik vind het nog steeds altijd spannend om op tv te koken namelijk. Dus dat is heel logisch. Nou, je hoort hem nu sissen. Dat betekent dat de pan warm aan het worden is. En als hij echt goed heet is, gaan we de chorizo erbij doen. Chorizo is natuurlijk een Spaanse worst met heel veel specerijen erin. Er zit met name veel paprikapoeder in. Dat zorgt ook voor die rode kleur. Er zit ook knoflook in. Dus naast de knoflook die we al gebruikt hebben, komt er nog meer knoflook uit de chorizo. En het heeft natuurlijk een beetje een gerookte smaak. En vroeger werden die worsten dan ook echt opgehangen om ze te laten roken. Boven een vuur, zeg maar. Maar nu doen ze ook wel vaak gerookt paprikapoeder erin. Wat ook die gerookte smaak geeft. Nou, de chorizo kan er ook bij. De kookt ook al. Ja. Als jij die er even in wil doen. Dan zal je zien, door de warmte van de pan, kijk, het gebeurt nu al, krijg je dat er rode olie uitloopt. Ja. En dat is dus waarom het zo lekker is om chorizo te voegen. Ook al zullen alle Spanjaarden nu kromme tenen krijgen. Dat hoort namelijk echt niet, maar ik vind het echt super lekker. Het is jammer dat het geen geurtelevisie is. Hè? Ja, hè? Ja. Misschien komt dat ooit nog. Hé, en maak je thuis nog wel eens gerechten met rijst? Nou, eigenlijk kook ik dan gewoon alleen maar witte rijst en dan een stukje kip erbij en wat groenten. Ja. Ja, dat kan, ja. Ja. Maar niet, ik heb bijvoorbeeld nog nooit risotto rijst gebruikt. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook het verschil met gewone rijstgerechten waar je rijst als bijgerecht gebruikt. Paella, daar is de rijst echt de hoofdrol. Dat is gewoon een gerecht waar natuurlijk alles in zit. En de groente wordt ook gegaard in de paella. Dus het is echt een éénpansgerecht uiteindelijk. Nou, we gebruiken wel 2 pannetjes, maar we serveren het uiteindelijk in 1 pan. Ja.
Kijk, je ziet het nu is de chorizo lekker bijna knapperig aan het bakken. Je ziet ook dat hij een klein beetje een bruin korstje krijgt. Het is al kunnen mooi oranje aan het worden. Ja, tof. Dat ziet er ook heel mooi uit. Doen we de rest van de groenten erbij. Tenminste, de tomaat en de paprika. Wil jij even deze tomaten anders in het bakje scheppen? Ja. Ga ik even door met roeren. En nou laten we dit dus eventjes rustig. Ja, doe maar gewoon met je handen hoor. Dat is het. In de keuken mag je gewoon je handen gebruiken als het maar schoon zit. Altijd. Precies. Deze bak ik eventjes aan. Totdat alles een beetje warm is geworden. En ook lekker wat zachter is geworden. Het gaat natuurlijk straks ook helemaal door in die bouillon met saffraan. Maar gewoon even een klein tikje geven. Mooi hoor. Ja, heel lekker. Dan gaat de risotto rijst erdoor. Nou, risotto rijst is een kleine korrel en die is vrij dik, vrij plomp en die neemt ook heel veel vocht op. Dat zorgt er ook voor dat je een lekkere, nou goed stevige paella krijgt. Maar er is dus een verschil tussen paella en risotto. Risotto wil je namelijk lekker romig hebben en paella mag een net iets drogere korrel hebben. Oké. Okay. Nou hebben ze in Spanje natuurlijk een aparte rijstsoort, speciaal daarvoor. Maar risotto rijst werkt nagenoeg hetzelfde. Dus ik vind het wel handig om dit te gebruiken vandaag. Snijden we eventjes het pak open. Zou jij mij die schaar even kunnen geven? Dat is net even wat makkelijker. Dankjewel. Alsjeblieft. En we gaan ongeveer 2/3. Nou ja, het ziet er ook anders uit, ja. Ja, kijk, het is een klein kort korreltje, zoals je ziet. En door de bouillon straks wordt het dus toch een goede gare kool. Nou, deze gaat erin. Wil jij misschien anders even roeren? Ja. Dan mag je zorgen dat eigenlijk alle smaken goed om die korrel heen gaan zitten. Hij moet een soort van glazen worden eigenlijk. Zo. Kan dit in de kast. Het ruikt lekker, hè? Ja, heerlijk. Ik krijg er nu wel zin in. Nou, dat glazig maken wat ik net vertelde, dat heeft ook een functie. Dat is namelijk zodat de poriën zeg maar, van de rijstkorrel open gaan staan. En dan giet je straks dus die bouillon met saffraan er doorheen of erin. En dan gaat hij dus langzaam dat vocht opnemen. Okay. Dus je moet hem altijd eerst even bakken. En dan pas als hij helemaal goed glazig is geworden. En glazig, dat bedoel ik eigenlijk mee dat dat witte puntje wat in die korrel zit lekker helder naar boven komt. Dan weet je, appetee, bouillon erbij en dan kan je gaan garen. Mag jij zeggen wanneer dat is? Ik zeg niks. Ga je heel goed opletten. Ja, dat is een goed idee. Nou, jij kijkt zo, dus ik denk dat het al zover is. Ja, jij denkt dat het zover is. Ja, doen we het vuur ietsjes hoger, dan gaat het net even wat harder. Oh. Als je het vuur hoog zet, moet je natuurlijk altijd oppassen dat die rijstkorrel niet aanbrandt. Hè? Want dat wil je niet. Het moet wel glazig worden, maar niet bruin. Eigenlijk net dat momentje daarvoor, dan weet je dat hij klaar is. Dus eigenlijk hou je hem gewoon een beetje in beweging. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het erbij doen. Wat we nu gaan doen, we hebben 1 liter bouillon. En we gaan daar de helft van in de pan gieten. Daarom heb ik ook zo'n steelpannetje met een schenktuut. Mocht je dit niet hebben thuis, kun je het ook altijd in een maatbeker doen, hè? Nou, ga jij even door met roeren. Nou mag nu de rijst nog goed geroerd worden. We gaan er namelijk ook nog wat snijbonen doorheen doen. Dus die zal ik even erbij pakken. Ja. Dan heb ik gewoon diepvries snijbonen. Dat is handig, want die kun je makkelijk doseren. En wat veel mensen niet weten is dat die snijbonen vaak direct na het oogsten eigenlijk ingevroren worden. Dus ze zijn nagenoeg net zo vers als verse snijbonen. Okay. Dus daar hoeven we niet denigrerend over te doen. Gaat de helft van het pak ongeveer erbij. Dan roer jij lekker door. Ja. Nog een beetje. Zo. Deze kunnen natuurlijk weer in de vriezer. Ja, ook leuk voor als je eters krijgt. Ja, kijk hoe mooi het er al uitziet. Zo leuk, hè? Al die kleuren. Ja. Vind ik altijd superleuk. Hé, deze die mag even een klein beetje doorgeroerd worden. Maar misschien wil jij ondertussen deze laatste ui eventjes in halve ringen snijden. Ja. Leg ik eventjes de spulletjes die we niet meer nodig hebben weg. Kijk,
Kijk, nu zie je het vocht wat ik er eerst bij had gedaan is praktisch opgenomen. Dus ik roer er nog even een paar keer doorheen. En dan gaat de rest van de bouillon erop. En dit is het moment, namelijk, dat je niet meer gaat roeren. Dat hebben ze, doen ze in Spanje ook zo. Dan willen ze eigenlijk aan de onderkant zo'n lekkere dikke korst hebben. Bijna alsof het bijna aangebrand is. Niet helemaal, maar daartegenaan. Want dat vinden ze lekker en dat noemen ze socarrat. De deksel gaat nu op de pan, dus ik ga er verder vanaf blijven. En snij jij nog even door met de ui. Ja. En terwijl ik even lekker niks doe en Natasja de ui gaat snijden, kijk even mee naar de beste paella-chef van Nederland, Alberto. Paella maken is een vak, een kunst bijna als je het aan een Spanjaard vraagt. En daar hoort een titel bij. Alberto is maestro de arrecero. Maestro arrecero. En werd vorig jaar uitgeroepen tot beste paella-kok van Nederland. Ja, de paella voor mij is meer dan een simpel gerecht. Een paella betekent dat is altijd leuk om met vrienden te zijn. Voor ons een paella is niet paella eten, maar het begint 3-4 uur voor tijd. Het is gewoon een gezellig gerecht, is meer dan eten. Paella is een absolute klassieker in de Spaanse keuken. Het oorspronkelijke recept was anders dan wat mensen nu meestal eten. De echte paella die komt uit de buurt van Valencia. De echte paella voor de mensen uit Valencia die is gemaakt met konijn, slakken en garrafon. Dat is een soort snijboom. Pa is een afkorting van para, dus dat zou paella en dat bedoel in het Spaans voor haar. Weet je, dus in principe dat is een gerecht dat de man die bakt altijd voor zijn vrouw. Dus de man die ging of jachten of die ging ook vissen. En daarna die maakt met die producten en die rijst en de goede bouillon, die maakt de paella voor zijn vrouw. De tijd van zelfgevangen ingrediënten is voorbij en de ingrediënten van de paella van nu kun je allemaal in de winkel kopen. Behalve de ingrediënten is voor de echte liefhebbers ook de pan belangrijk. Want paella maak je een speciale paella pan. Dus wat belangrijk is van de paella pan, die zijn die gaatjes, dat kan je zien in, de hele, in die hele paella pan. In de gaatjes die zijn ook niet zo diep, volgens mij is het maximaal 1 mm of zo. Maar op het moment dat ga je de paella maken, die blijft altijd een beetje vloeistof onder de rijst. En dat is ook een manier om niet de rijst te laten branden in de paella pan. Ja, dat heb je ook kleine paella's, maar je wil paella's tot 40, 60 mensen doen. Die heb je deze nodig. Het begint dus met de pan. Dan komt de hand van de meester. Voor mij, wat een echte paella is, moet altijd schelpdieren, calamares, garnalen. Rijst moet altijd bomba rijst zijn. Het kan nooit of bitter rijst of risotto of jasmijn. En dat heeft mee te maken omdat de bomba rijst is een kleine dikke korrel. Dus dat is, die heeft meer vocht nodig om gaar te zijn. Anders kan nooit gaar zijn die rijst. Bij veel gerechten is het onderste uit de pan niet per se het lekkerste. Maar bij paella is juist dat het spreekwoordelijke neusje van de zalm. Jij laat de paella als bijna vocht is, onder andere in de gaatjes die wij hebben gesproken. Die vocht die gaat helemaal eruit en die heb jij een laagje korstje tussen de paellapan en die rijst gemaakt. En die korst is lekker krokant. En dat vind ik persoonlijk het lekkerste van de paella. En die noemen wij in Spanje socarrat. Leuk verhaal van Alberto. Hey, kijk ja. Hoe die eruit ziet. Oh, heerlijk zeg. Goed, hè? Ja. Dus misschien eventjes een goed moment om hem alle twee even te proeven hoe ver we zijn qua garing. Het lijkt me een goed plan. Nou, neem een hap. Doe ik dat ook. Ik ga niks aan. Lekker. En best pittig. Ja. Lekker, hè? Ja, zeker lekker. We laten hem verder even met rust. De deksel laat ik nu van de pan af, zodat het vocht ook even kan verdampen. En dan kan ik me voorstellen dat je thuis misschien een beetje in de war raakt. Omdat we zijn natuurlijk veel aan het kletsen, dus je wil misschien de echte stappen volgen. Kijk even op de website, daar zijn filmpjes. Daar staat natuurlijk het recept ook helemaal uitgeschreven. En dan kom je er namelijk wel vanzelf doorheen. De paella laten we nog even staan, zodat het vocht goed verdampt en die korst natuurlijk aan de onderkant ontstaat. Ja. Jij hebt de ui gesneden. Ja. Wat ik alleen nog even wil doen, is die ui in een bakje met heel koud water leggen, want die is natuurlijk vrij scherp. En we gaan die namelijk zo meteen over de paella heen doen. Een echt rauwe ui is natuurlijk een beetje heftig. Dus kun jij die ui daar even in doen? Ja. Laten we die heel even spoelen. Die gaat dan zo meteen namelijk door de resterende tomaten heen. Brengen we nog een beetje op smaak. Die gaat er overheen. Wat ik ook nog heel even snel wil doen, want dat doen ze in Spanje ook, is een citroen in partjes snijden.
Want die gaan we straks dan lekker over die paella heen doen. Dat snij ik in 8 partjes. Zo. Het ziet er altijd zo mooi uit, die paella met die stukken citroen er zo in. Ja. Super lekker. Lekker fris. Hebben we dat alvast klaarstaan? Yes. Zo, de uien zijn ook klaar. Zou je die bij de tomaatjes willen doen? Top. Dan gaan we deze even nog op smaak brengen. Dus gewoon een kleine tomatensalade met ongeveer 2 eetlepels olijfolie. Beetje peper en zout. En ik zal niet te veel peper doen, want zoals je net geproefd hebt, hij was redelijk intens. Dus ik denk dat hij... Oeh, nou, deze wordt al mooi droog. Ja, die is namelijk bijna gaar, denk ik. Roeren we de tomatensalade nog even door. Nou, volgens mij is de paella nu ook eigenlijk bijna gaar. Je ziet dat het vocht helemaal is opgenomen door de korrel. Dus ik ga het vuur uitzetten. En wat nou zo lekker is, is om die tomatensalade een beetje zo er nog overheen te doen. En als je denkt van dat is een beetje veel, dan zet je gewoon het bakje erbij op tafel. Hè? Want ik ga het niet helemaal bedekken. Dan zien we helemaal niks meer van die mooie paella. Nee, zonde. Deze zetten we er gewoon lekker bij op tafel. En help even mee, steken we nog even die citroentjes erin. Een beetje zo gezellig verdeeld over de pan. Nou, dan hebben wij gewoon binnen 30 minuten een paella gemaakt. Nou. Nog 1 keer voor het eindresultaat. Want ik wil natuurlijk toch even weten hoe je hem uiteindelijk vindt. Gaan we met een gouden lepel doen. Ja. Gewoon omdat het moment suprême is. Hapje nemen. Ja, ik wil wel een stukje chorizo natuurlijk. Daar gaat het om. Ja. Hey, voorzichtig, hè. En? Mm. Vind je het echt zalig. Lekker? Ja? Ja. Ga je het een keer maken? Zeker, elke week. Ik vind het wel heel leuk dat je er was. Heel erg bedankt daarvoor.